Het is vrijdag 10 maart. We hebben inmiddels wat gehoord van de mensen die interesse hebben in ons huis. Zij hebben mondeling hadden zij hun huis verkocht aan mensen die interesse hadden. Alleen deze mensen krijgen hun hypotheek niet rond. Dus zij hebben nog niet hun huis verkocht. Ze hebben meerdere geïnteresseerden die hun huis willen kopen. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Dus op dit moment hebben ze nog geen bieding op ons huis gedaan, maar ze hebben zeker wel interesse. En ze willen graag kennis met ons maken, dus we hebben volgende week woensdag hebben we een afspraak met ze. En dan zijn we benieuwd wie ze zijn en wat hun ideeën zijn en hoe het gaat lopen. Afgelopen periode druk bezig geweest met wat klussen op de boot. Zo moest het jaarlijks onderhoud van de motor uitgevoerd worden. Hierbij heb ik hulp gehad van twee mensen die me hebben laten zien wat er moest gebeuren en hoe het moest gebeuren. Dus in principe zou ik dit nu zelf moeten kunnen, maar het is toch nog wel een hele klus. We moesten 8 liter olie uit de tank pompen. Dit is nog best wel lastig als je een heel klein pompje hebt wat aan de motor zit. Dus we hebben een extra grote pomp gebruikt. We moesten olie bijvullen, dat is wat makkelijker. We moesten het oliefilter vervangen. We hebben het filter vervangen voor de waterafscheider van de brandstof. Dit was ook wel nodig. We konden ook zien dat er geen water in de brandstof zat. Brandstoffilter hebben we vervangen. En hierbij is het heel erg belangrijk om goed te ontluchten. En dit ging de eerste paar keer niet goed. Na een paar pogingen en beter ontluchten liep de motor weer als een zonnetje. Een poosje geleden hadden wij ook problemen met het opladen van onze serviceaccu's. Deze worden opgeladen met de dynamo als we aan het varen zijn, alleen de dynamo was kapot. Dus deze moest gedemonteerd worden en weggebracht worden. En uiteindelijk bleek dat deze verbrand was, dus helaas kon deze niet meer gereviseerd worden en moest deze vervangen worden. En omdat we dan toch maar bezig zijn en de dynamo eraf ligt, hebben we ook maar voor beide dynamo's, want we hebben er twee, ook eentje voor de startaccu, hebben we beide dynamo-riemen ook maar vervangen, zodat we er weer klaar voor zijn voor de komende vaarperiode. De kachel deed het niet, hij had te weinig druk. Lekkage. Maar ik heb het weer voor elkaar, hij doet het weer. Het kastje moest wel helemaal gedemonteerd worden. Dus die moeten we weer in elkaar zetten. Maar we krijgen het weer warm. De volgende klus is het aanpakken van de elektronica. Zoals je kan zien zijn heel veel rode draden aangesloten op één accupol. Dit is niet echt heel erg veilig. Er zitten, de grote stroomverbruikers zijn niet verbonden met een zekering. Dus als er kortsluiting is, kan er zo brand ontstaan. Dus dit moet anders. Dus ik ben druk aan het uitzoeken hoe alles loopt qua elektronica aan de boot. En hoe dit in de toekomst anders moet, beter moet, met zekeringen. En daarbij rekening houden met het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen. Zodat we helemaal vrij af kunnen liggen. Het is veel werk, maar wel erg leuk om te doen.